De schipper die eind vorig jaar de Vriezenbrücke bij Wenen ramde, krijgt geen straf. Volgens de rechtbank kon het ongeluk gebeuren door spraakverwarring tussen de kapitein en de brugwachter. De schipper vroeg tijdens de bewuste avond of hij door kon varen. De brugwachter liet weten dat er nog een aantal minuten gewacht moest worden op een trein. Toen de trein voorbij was, gaf de schipper gas in de veronderstelling dat de brug open was. Maar dat bleek niet het geval. Volgens de rechter was het gewoon domme pech. Sinds de aanvaring kan de spoorbrug niet meer gebruikt worden. De treinen van Arriva rijden daarom niet verder dan Baad Nieuweschans. En dat gaat naar alle waarschijnlijkheid 5 jaar duren.